voor het eerst op eigen kracht naar de Wereldbeker, als ik het niet verkeerd heb. Ja, klopt. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Dit moet een heel lekker gevoel voor je zijn. Absoluut. Ik voel me eigenlijk heel het jaar al goed. En ja, dit is eigenlijk de rit waar ik al heel het jaar op hoop. Ja, je bent natuurlijk overgestapt van Talentnet naar Team ICO. Hoe is die verandering voor je geweest? Ik ben denk ik wel iets meer... het programma wat ik graag zou willen, dat is bij ICO denk ik past meer bij mij. En we hebben gewoon een mooie ploeg, sprint en allround. En ik kan overal eigenlijk een beetje mijn voordeel bij of uithalen. En dat resulteert vandaag in deze tijd. Ja, voelde je al dat deze tijd er al aan zat te komen? Of is dit echt voor jou een totale verrassing? Ik voelde wel dat het harder kon dan mijn PR is. Alleen zo hard, dat had ik niet verwacht. Je ziet dan in de ritten voor jou, je hoort die toeter elke keer weer gaan. Dan denk jij vast van, dat moet ik ook kunnen zo meteen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel heel zenuwachtig van werd. En werd echt heel hard gereden. En ik moest echt een goed persoonlijk record rijden, wilde ik meer bijrijden. En, maar gelukkig ben ik rustig gebleven en heb ik gewoon mijn ding gedaan. En, En dan straks wereldbekers hier in Heerenveen. Ja. Ja, echt ontzettend blij mee. Dat was ook het doel en het is gewoon gelukt. Super gaaf. Wordt natuurlijk wel een beetje anders dan normaal. Wat vind je daarvan? Ja, ik denk dat we blij mogen zijn dat wij wedstrijden kunnen schaatsen. En het is misschien wel anders, maar dit hele jaar gaat het nu ook al anders. En ik denk dat elke schaatser heel blij is dat ze wedstrijden rijden. En dat het wat anders is, daar heeft iedereen mee te dealen. Wordt geen smetje op je wereldbeker? Hè? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Dankjewel, lekker nagenieten. Ja, dankjewel, komt goed.